zijn maar de afgelopen 3,5 dag hier in dit kleine hoekje bezig geweest om van alle andere kleine onderdeeltjes te maken voor de vernieuwde buggy. Zoals een stuurmechanisme met twee lagers erin. Zoals voor de ophangingmechanisme en nog iets voor, ik dacht dat het ook voor de ophanging was, maar daar ben ik dus even later vanaf geweken, maar daar kom ik straks op terug. Maar in ieder geval, ja, ik ben hier dus samen bezig geweest om allemaal kleine onderdeeltjes te maken en ik heb ze dus samen zo gefabriekt. Had ik samen een kist vol met allemaal onderdeeltjes. Ja, deze trouwens niet, deze ook niet, deze ook niet, deze niet en deze niet. De rest heb ik alles gemaakt. En in ieder geval de rest heb ik alles gemaakt op de draaibank. Ik ben begonnen met deze. Deze wou ik gaan gebruiken voor aan de voorkant aan de buggy. Zitten met strips samen zo. Gaat hieruit samen een buis door naar het wiel toe. Zeg maar zoiets dat je kan veren samen, dat je kan draaien en dat het wiel dan samen te lang zo omhoog gaat. Ik wou deze eerst gaan gebruiken, maar ja, op een gegeven moment kwam ik er later achter van, eigenlijk zijn ze iets te primelig, iets te licht, zeg maar, want ja, het is best wel klein. As van 20 gaat erin van 12 en hier kan dan een vetnippel op, want ik wil overal wat vetnippels op hebben en niet dat het weer vast gaat zitten en niet meer kan bewegen. Van een as van rond 35 met een gat erin van 17, want... Je moet hem iets uitdraaien naar 18 mm, want hier komen twee glijlagers in met een kraag aan de zijkant. En dat er dan een as, een pin van 12 in kan en dat hij daar mooi op glijdt. Dit is een gaatje voor een vetnippel M6x1. Die kan ik erop zetten, kan ik een vet in poppen, komt hier tussenuit en dan zit een mooie helemaal vol, zeg maar. Die glijlagers die moet ik nog bestellen, maar in ieder geval, dit ga ik dan iets uitdraaien. Dat ik de glijlagers erin kan persen. Dat ik kan die pinnen doorheen, die glijlagers zijn gewoon van slinterbrons, meen ik. Ja, dat kan die gewoon op en neer bewegen. Het zijn voor de ophanging van de voorkant en dan heb ik hier een stangkop van M18. Dus dit is M18 keer 1,5 en is een gat van 18. Heb ik die gemaakt, kan ik hier mooi uitschroeven. En draaien en schroeven, ja. Precies. Die zit dan maar zo. En dan zit hier weer, of er komt dan een moer op waarmee ik dit kan klemmen, zeg maar. En als ik het wiel dan bijvoorbeeld iets naar buiten of iets naar binnen wil zetten, kan ik gewoon losdraaien. Draai ik die bijvoorbeeld zo mooi los en dan gaat het wiel naar buiten of naar binnen. Hier zit trouwens weer een arm aan zo, met hier een pin en als het dan het wiel is, dan is dit zeg maar meer voor boven en beneden en dit voor sturen. En dan heb ik nog deze gemaakt. Dit is voor het stuurmechanisme. Ik wou het stuurhuis gaan hergebruiken van de racewagen. Maar ik kwam erachter, dat laat ik daar ook wel zien bij mijn tekening, dat het gewoon, aan de voorkant is het gewoon te klein. Daar is het gewoon niet mogelijk om daar een stuurhuis in te bouwen. Met ook veel travel suspension, ophanging, bewegement, zeg maar, om de stuurhuis te gebruiken. Dan heb ik deze gemaakt. Er zit ook gewoon een pin van 12 in met twee lagers. Het opgesloten, hieraan komt dan een arm met weer een
stangkoper aan. Die gaat alweer naar het wiel toe. En dan zo gaan we, proberen te maken zonder speling erop. Eerst het hier. Of dan moet ik werken. Proberen hem zo neer te leggen. Hier omheen zit dan een. Zomaar een wielager. Hup, meer. Een. Ja, die zijn maar kan draaien, op neer kan bewegen. Die zit dan trouwens onder hier. Even kijken. Die zit onder. En dan moet ik even kijken of dat ik dezelfde voor boven doe of een kleinere zet. Want onder zit toch het meeste gewicht. Maar dan moet ik even kijken. Hier aan zit een pin. En natuurlijk krijgen ze een verdikking erin dat lager omheen past. En hier zit dan de moer op, zeg maar. Zo'n moertje. En hiervoor komt dan een. Een afdekt dopje, ook nog nooit gebruikt. Dat er geen vuil in kan komen, viezigheid. Die komt dan samen daar. Hieromheen zit een grote asbuis, kan je het meer zien. Met gaten erin, maar rond 52. Hier zit dan een lager in. Echt een Xiaomi lager, dat met die met schuine kogels, zeg maar. Hier nog eentje. Ook nog nooit gebruikt. In ieder geval, deze gebruiken ze bij alle auto's. Meestal gebruik ik lagers met normale kogels. Dan zijn ze zeg maar zo. En dan staan ze zo rond. Maar als die een zijwaartse belasting krijgen, nou ja, dan gaat het helemaal kapot. Deze, je ziet het al. Die duwt hem gewoon strakker in, maar die kan geen kwaad. Die komen daar twee. En dan zit er overigens een beetje zo, dat ze mooi erin geklemd zitten. Hier zit een moertje. Hier komt dat dopje dan op. Hier aan de voorkant, zo zeg maar. Zo. Hier aan de voorkant komt één plaat op. Met waarschijnlijk draadeinde eruit. Waar ik het wiel op kan vastzetten. Dus hier zit het wiel aan vast. En deze. Hier aan de achterkant komt er nog eentje. Maar die is waarschijnlijk iets kleiner. Met gewoon schroefdraad gaat het waarschijnlijk in. Waar dan deze schijf aan vast komt. Dus dan heb ik voor schijfremmen. Heb ik nog nooit echt gemaakt, maar ik wil gewoon bij deze dat hij gewoon goed remt. Want eigenlijk heb ik geen één voertuig die goed remt. In ieder geval, ja, het gewicht duikt mijn remmen altijd naar voren toe. Dus daarom voor twee van zo'n flinke remschijven. Ergens, en dan moet ik hier een steun of iets aanmaken. Dat een, hier zit dan zo een remschijf op zo. En dan moet hier ergens nog de remklauw komen. Met bijvoorbeeld een steuntje, bijvoorbeeld zo. Slangetje er al en zo. Ik heb wel eens mooi getekend, maar dat mag niet heel veel uit. In ieder geval, jullie krijgen nou een beetje een idee hoe ik het wil gaan maken. Ik wil dit hele principe wat je hier ziet, zeg maar, met lagers, met schijven, met moeren, met een as. Wil ik in de volgende video gaan maken. Alleen die as die ik hier nodig heb, waar zeg maar deze weer aan vast zit en waar de lagers in zitten. Dat is een hele speciale afwijkende maat en er moet een dikwandige buis worden. Het liefst waar de binnenkant al uit is. Want om dan er allemaal uit te gaan draaien, dat is urenlang werk. Maar in ieder geval een dikwandige buis van bijvoorbeeld, ik heb gezien, 57 buiten diameter. En dan met een wanddikte van 10 kan ik een beetje uitdraaien, zodat deze past, zeg maar. Ga ik hem mooi inpersen. En dan zit er aan de binnenkant nog een mooie rand, zodat ze niet verder erin kunnen. Dan moet ik morgen even kijken of ze die hebben bij de metaalleverancier. Ik wou het al eerder doen, maar ja goed. De metaalleverancier was 3 weken dicht. Morgen is je weer open. Morgen vroeg om 8:30 ben ik daar. Dus ga ik in ieder geval sowieso die platen halen. Die kan ik sowieso al op maat gaan snijden. En dan afdraaien waarschijnlijk ook nog mooi rondmaken. Deze buis, dan moet ik even kijken. Anders moet ik die op gaan bestellen. Dan heb ik hem waarschijnlijk, dat weet ik nog niet. Dus dit is voor de volgende video. De voorkant van mijn bugje heb je dus samen even kijken. Hoe kan ik hem best tekenen. En dit is samen heel smal. Dit zijn twee buizen. En dan loopt het hier zo verder naar achter toe zo. Samen zo. Hier zitten de wielen. Hier komt de pin. Pin, pin, pin. Twee boven elkaar. Zo. We gaan dan door naar de wielen. En dan wou ik samen een stuurhuis gebruiken. Kijk, als dit samen een draaipunt is, dit, een lange streep. Wou ik een stuurhuis gebruiken die het draaipunt hier heeft, bijvoorbeeld zo. Want die heb ik van de racewagen. Wat ik daar ga doen, het wiel gaat omhoog. Dan worden, even kijken, en dan worden die gaan dan zeg maar minder ver of minder hard. Waardoor dat het wiel, die gaat dan zo staan. En dan krijg je dus zeg maar. Ja, bumpstier heet dat. Krijg je dus helemaal dat wiel tegen elkaar instuurt of als die andere kant zit, gaat hij naar buiten toe.
In ieder geval, dat moet ik niet hebben, dus vandaar dat ik deze daar ga neerzetten, zeg maar. Die dan precies het draaipunt van deze gelijk zitten met het draaipunt van die. En dan blijft die arm even lang en die even lang en dan heb ik dat december niet. Waardoor je ook veel meer travel kan krijgen, zeg maar, ga zo maar door. Trouwens ook aan de voorkant heb je dus aan de distance, zeg maar, vanaf bovenaf gezien. Heb je dus aan de voorkant een buizenframe wat ongeveer zo loopt. Ja, ik kan het niet precies. Ah, dit is nog van de voorkant. Maar in ieder geval, dan wil ik aan de voorkant, zeg maar, dan heb ik twee schokdempers. Ofwel voorvorken van de motor. Die heb ik hier gebruikt, ooit aan de achterkant. Maar die wil ik dan aan de voorkant gaan gebruiken. Waarom? Omdat die gewoon heel veel, die kunnen heel veel naar boven en naar beneden, heel veel travel hebben ze, zeg maar. En dan wil ik die, zeg maar, aan de voorkant zo neerbouwen, zo. Zo, en dan zit hier, zeg maar, het wiel zo. Ik moet even goed laten zien, zo het wiel. En dat die, zeg maar, boven het frame uitkomen met een hele boog. En als die niet zat zijn, dan zet ik er gewoon nog een extra schokbreker bij. Iets verder naar binnen, zodat ik wel flink wat veer weg krijg, zeg maar. Dus dat is ook een beetje het plan. Boog, zo'n boog. Hier die veerpoten zo. Hier het frame zo. En dit mijn kopje, zeg maar. Kijk, dus zeg maar, dat is echt er bovenuit steken. En dan heb je hier het wiel en hier de onderkant zo. En dit is dan een halve meter of zo, of dat is tenminste de bedoeling, ik weet het niet. Maar in ieder geval ongeveer zo ben ik het van plan en dan ga ik gewoon niet bouwen. En meestal begin ik als ik iets te bouwen, dat ik weer teken is eigenlijk een beetje om te uit te leggen. Is het een bouwtekening? Nou, ik denk het niet, maar zo zit het in mijn hoofd, zo wil ik het ongeveer gaan bouwen. En ik zie wel dat het uitkomt met alles. Oh ja, trouwens wil ik deze. Die oude, die kleine die ik heb gemaakt, die ga ik hier van de bovenkant gebruiken. Omdat ik hem makkelijk hebben voor die arm, zeg maar, want die moet er nog meer kunnen veren. Want als die kleiner wordt, dan moet die ook naar binnen kunnen, zeg maar. Maar dan leg ik dan nog wel allemaal uit. In ieder geval, zo ben ik het van de voorkant van plan. Aan de achterkant, daar kom ik over een heel lange tijd al op terug. Arm zo. Hier zit dan een draaipunt van die arm, maar meteen een tandwiel. En dan heb je hier het wiel, zeg maar, dus ja, het draaipunt van de arm zit, zeg maar, gelijk, of dat is dezelfde as dat de ketting zit. Dan heb je de ketting, dus als die eens omhoog gaat, blijft de ketting even lang, hoef je geen spanners. En die arm gaat dan, die draait ook, zeg maar, mee op dat punt. Zo, dus het frame, dus armen, waardoor dat je meer... En dat is makkelijker als dat je met een steekas moet werken, want dan zit je altijd, dan moet je heel breed werken, dat kan ik niet. Dan wordt hij te breed, dan wordt hij zo breed. En ja, dat is gewoon niet zo handig, zeg maar. Want als die arm omhoog gaat, gaat die as ook nog zo, zoiets. En dat werkt niet zo makkelijk. In ieder geval, ja, dat is ook niet iets anders. In ieder geval, dan wil ik mijn kettingen doen. Als dat bij hem goed werkt, dan kan ik een beetje afwijken, kan ik het ook gaan maken. Maar dat is wel de beste mogelijkheid eigenlijk voor mijn buggy. Om dat niet te lomp, te groot te maken, maar wel gewoon dat het fatsoenlijk werkt. En dan hier zijn we eigenlijk de motor zo. De motor hier. Met een overbrenging daar naartoe. Hier een as. Ketting terug. Dan daar naartoe. Want als ik de motor omdraai, draait het de verkeerde kant op. En het tandwieltje, daar zit, zeg maar, als ik hier de motor heb, zit het tandwieltje net daar. Dus ik kan die ketting door de motor heen, zeg maar. Dus dat is het plan. Dus zeg maar, motor. Dus de motor. Tandwiel. As. Kettingje daar naartoe, tandwieltje daar, naar achter toe, naar die as. Zo, hup. En naar het wiel. Dus er wordt wel best veel kettingen als het bij hem goed werkt. Net zoals, ja, zoals ik het al zei, ga ik het waarschijnlijk ook maken. In ieder geval, ik ga beginnen aan... Stippelkleutertekening. Beginnen aan de voorkant. Dat ga ik morgen doen.